Maasduinen Sport Update. Tweede wenspartij in de beker. Yes, yes. Wat was het? Heel even zo. Nee, daar hebben we iets meer, minder last van. Wat was het voor een wedstrijd? Ik moet zeggen dat we moeizaam begonnen. Moeizaam in de zin van een paar goede kansen die we net qua bezetting niet goed afmaken. Ik denk dat je jezelf daar gewoon moet belonen. En dan krijg je een wonderschone goal tegen. Die dat is gewoon echt een zondagschot. Mag eigenlijk niet vallen. Maar daardoor krijg je de jongens wel hoop natuurlijk, hè, van RKDSO. Ik moet zeggen dat we het daarna goed hebben opgepakt. Het was lastig voor de jongens om rustig te blijven. Maar in de rust hebben we met name gezegd, als we gewoon ons spelletje spelen, dan moet dat goed komen. Nog eentje in deze bekerronde te gaan. Die gaan we ook met winst afsluiten. Ja, voor mij is het proces belangrijker dan de winst. Proces belangrijker in de zin van Milsbeek, dan moeten we klaar zijn. Dan heb ik een elftal eindelijk paraat waarvan we kunnen zeggen van hey, daar kunnen we resultaat mee halen. En nu is het voor mij nog vooral even aftasten en kijken van hey, wie kan ik waar op welke positie neerzetten en hoe kunnen we het beste voor de dag komen. Dat betekent dat ik de laatste week was het nog gebruik als moment om te zorgen dat het team staat. En dat we uiteindelijk in het proces verder kunnen komen richting Milsbeek. Ja, want er zitten er best een hoop op de bank. Hè? Is het een luxe positie of is het... Ja, zeker. Een luxe positie in de zin van, ik vind dat je als je resultaat wil halen, dat je dat met 19, 20, 21 man doet. Tuurlijk, hè, je wil ook voor het tweede elftal zorgen dat zij kunnen presteren. Dus dan overweeg je ook vaak de keuze, neem ik er één extra mee op de bank of laat ik hem voetballen. En ik denk dat we beter worden door het voetballen. En als we daarmee de jongens scherp kunnen houden, ook richting 1 en de jongens van 2. En dan denk ik dat je gewoon een team hebt wat voor de prijzen kan spelen. Maasduinen Centraal, nieuws uit eigen regio.